Hallo studenten, welkom weer bij de 12e hardlooptraining van deze opleiding. Kijk goed naar het filmpje, dan weet je wat je gaat doen. Vandaag is natuurlijk ontzettend een mooie dag. Waarom? Je hebt 12 weken lang, of 11 weken lang heb je hard gelopen. Nou, nu de 12e week ga je al die kleine stukjes die je gerend hebt, ga je bij elkaar samenpakken. En ga je verwerken in één loopje van een half uur in totaal. Dat is het mooie van deze training. Dan kun je precies kijken waar je de afgelopen tijd naartoe hebt opgebouwd. Dus kijk goed naar het filmpje, dan weet je wat je moet doen. Warming up voor het hardlopen blijft hetzelfde, dus net zoals elke week. Ga gewoon even 5 minuutjes lekker loslopen, een beetje hinkelen, op één been hinkelen. Kruispas, zijwaartse pas, hakkenbillen, lichtjes knie heffen. Zorg dat je lichaam gewoon lekker warm wordt. De loopscholingsoefeningen achter elkaar ga ik nu snel achter elkaar uitleggen, want we hebben altijd 3 loopscholingsoefeningen. De ene is knieheffen, de andere is scharen en de andere is kaatsen. We gaan echt deze komende weken letten op de actieve armen inzet. Wat we nou gaan doen in de volgende oefening, we gaan alle oefeningen doen waarbij je je armen in een T-positie houdt. Kijk goed naar het filmpje en zo ga je dus iedere keer de looptechniek trainingen doen. Dus het knieheffen, het scharen. En het kaatsen doe je ongeveer stukjes van 20 meter waarbij je armen in een T-houding houdt. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat je je armen niet gebruikt, maar ook je core goed aanspant. En zodra je dan weer je armen kan gebruiken, dan heb je het gevoel dat je weer sneller vooruit gaat. Dus hou je armen in een T-houding tijdens de loopscholingsoefeningen. Kijk goed naar de filmpjes en doe er gewoon na. En het is iedere keer 3 keer 20 meter. En daarna ga je door naar de nieuwe oefening. Ga je verder met de hardlooptraining. Nou, de hardlooptraining, om het gewoon samen te vatten. Je hebt eerst natuurlijk die uitgebreide warm-up gedaan met die hardloopscholingsoefeningetjes. En nu ga je dan als het ware een rustige duurloop ga je doen. 30 minuten lang. Om te kijken of dat gaat lukken. Nou, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd als je alle hardlooptrainingen hebt gedaan. Dat het moet gaan lukken. Dus 30 minuten lang rustig hardlopen op een tempo dat je de hele tijd kan volhouden. Ze noemen dat meestal intensiteit 2. Dat betekent dat je gewoon nog normaal kan praten, maar dat je wel lekker gewoon ontspannen loopt. Dus je gaat niet lopen joggen of lopen wandelen, maar je probeert gewoon lekker ontspannen te lopen bij, als uiterlijk kenmerk, gewoon nog kan praten. Misschien kun je me meenemen, dat is ook gezellig. Denk eraan, je moet wel een half uur onafgebroken gaan rennen. Nou, en dat was eigenlijk de hardlooptraining van vandaag. En daarna ga je weer verder met de core stability zoals we vorige week gedaan hebben. En dat was als het ware de hele. Zonder te maken doe ik gewoon alle oefeningen achter elkaar zetten. En alle oefeningen blijft de tijd blijft hetzelfde. Het is 30 seconden per oefening. Hou er wel rekening mee. Sommige oefeningen waarbij je in één kant moet werken, werken dus 30 seconden per kant. En je doet alle oefeningen 3 keer. Dus heel simpel, alle oefeningen 30 seconden lang doen. En dus ook weer 3 keer. Nou, de eerste oefening die we gaan doen is de plank. Kijk goed mee. En nu ga je vanuit die plank ga je met je schouders heen en weer bewegen. Dat doe je 30 seconden lang. Pak je even een pauze of je gaat door naar een andere oefening. En dan doe je het weer 30 seconden. Tot je in totaal dus 3 keer hebt gedaan. Dus je kan zelf kiezen of dat je even een korte pauze pakt. Of je denkt, nou ik voel me heel sterk. Ik ga door met de andere oefening. De volgende oefening is een zijwaartse plank. Waarbij je onderste been, dus je onderste been, die ga je omhoog proberen te heffen. En dan ga je ook de binnenkant van je benen ga je trainen. Dat doe je 30 seconden lang. Daarna wissel je van zijde. En dan kun je ervoor kiezen om naar een andere oefening te gaan. Of dat je op deze oefening blijft en even rust pakt. Dus een plank waarbij je binnenkant been omhoog gaat heffen. Nou, dan heb je de volgende oefening. Nou, voor je buikspieren ga je op je rug ga je liggen. Je hebt je handen naast je lichaam en dan probeer je je benen 10 centimeter boven de grond te houden.
En dan hou je 30 seconden vast. Dus je benen gestrekt 10 centimeter boven de grond. En dan hou je 30 seconden vast. Na 30 seconden kun je ook weer even rust pakken. Of je gaat door naar de volgende oefening. Dat is de keuze aan jezelf. Nou, de volgende oefening is voor je schuine buikspieren. Je gaat zitten en je gaat 30 seconden lang ga je cirkels maken naar rechts. Dus 30 seconden lang cirkels maken naar rechts. Daarna wissel je om en dan maak je 30 seconden cirkels naar links. Dat is de variatie, hè? Dus 30 seconden cirkels maken naar rechts en 30 seconden cirkels maken naar links. En daarna ga je door naar de buikbrug. En die is met je indraai met je heupen. Dat doe je 30 seconden langs. Lastig uit te leggen, maar je komt omhoog en dan draai je nog naar de een of naar andere kant toe met je heupen. Kijk goed naar het filmpje, dan wordt wel duidelijk hoe je dat moet uitvoeren. En als laatste oefening voor je core stability is een onderrugoefening. Waarbij je op je buik ligt, je komt omhoog en je houdt je armen ook weer in de T. Net zoals bij de hardloopscholing. En dan trek je echt die armen naar achter. Dat doe je ook weer 30 seconden langs. Dan kun je of je pakt een pauze of je gaat door naar de volgende oefening. Nou, voor je balansoefening ga je op één been ga je staan. En het been wat omhoog is, gaat de tegenovergestelde arm gaat omhoog. En die probeer je zo ver mogelijk te strekken. En dat hou je ook weer 30 seconden vast. Daarna wissel je van been. Dat doe je ook weer 3 keer per been. Dus je staat op één been. Je brengt één hand zo ver mogelijk omhoog. Hou je 30 seconden vast. En daarna wees je van been dat je allebei de benen 3 keer hebt gedaan. En de tweede balansoefening. Je gaat weer op één been ga je staan. Wat je nou doet. Je probeert als het ware een houthakkersbeweging naar een schuine kant te maken. Dat doe je 30 seconden lang 3 keer. Dus een houthakkersbeweging. En dan probeer je wel die balans te houden. En dit zijn ook weer de balansoefeningen achter elkaar. Succes met de training en tot de volgende keer.